Hey jongens, hallo allemaal. Weer terug van vakantie. Ik hoop dat jullie het ook echt heel erg leuk hebben gehad. Ik in ieder geval wel. En we beginnen eigenlijk deze week al met heel erg goed nieuws. Heel leuk, want ik heb nu al een speciale gast. Die wilde mij iets komen vragen. Geen idee wat het is, maar we roepen hem er gewoon even bij. Benny, kom eens. Komt-ie. Hallo. Hey. Benny, ja? Je hebt ook vakantie gehad, toch? Heerlijk. Was lekker? Echt lekker, een paar dagen weg geweest en nu lekker weer terug, dus... Chill, fijn. En jij had goed nieuws of zo, of jij kwam iets vragen? Ik heb en goed nieuws en ik wil iets vragen. Oeh, daar houden wij van. Vinden wij leuk. Benny Bollo, mijn pop, zeg maar, waar ik altijd mee help. Ja, die kennen we wel. Ja. Die heeft een nieuw kostuum. Nieuw uiterlijk. Die is ook naar de kapper geweest. Die is ook naar de brillenzaak geweest en al. En naar de kledingwinkel. Ja. En wij dus die ziet er helemaal... Echt helemaal anders uit. Oké. En mijn vraag is, willen jullie bij de presentatie bij zijn? Samen met de enige echte Jochem Vergelder. De enige echte Ron Bons. En een hele goede DJ komt erbij. Dus het wordt een soort mini feestje in corona-stijl. Ja. Er komen 4-5 camera's bij. Ja. Heel veel sociale media. Dan kunnen wij natuurlijk niet ontbreken, hè, jongens, van ZonTV. Nee. Wat leuk, Benny. Bedankt voor de uitnodiging. Alsjeblieft. En ik denk wel dat het ons gaat lukken. Ja. Dan ga ik gauw weer verder met de... Ja, want je hebt het natuurlijk kei druk. Daarom. Nou, dan zien we jou bij de persconferentie. Ja. Nou, top. Dankjewel. Doei, Mieke. En de rest. Oh jongens, ik heb er echt super veel zin in. Wij gaan dus gewoon als een van de eerste het nieuwe kostuum van Benny Bollo zien. Hoe vet is dat? Nou, we springen nou over naar het volgende beeld. En in één keer zijn wij op de persconferentie. Kom. Het grote moment van de onthulling waar wij voor uitgenodigd zijn. En ik hoor eigenlijk al van alles hier binnen. En ik zie mensen om me heen. We gaan gewoon kijken of het al zover is. Benny Bollo, de maskotte van Maas en Waal. En natuurlijk de handen even desinfecteren, dat gaan we even doen. Jongens, ik heb mijn checklist dat ik allemaal niet ziek ben, want ja, we zitten met meer mensen bij elkaar en die moeten we denk ik hier. Ik zie iemand in een blauw truitje met Benny Bollo erop, die moeten we bij jou inleveren, denk ik. Ja, klopt. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb alles met ja ingevuld. Oh nee, dan moet je even terug. Nou, gelukkig is dat een grapje. Ja. Ja. Maar mogen wij doorlopen? Ja, u mag doorlopen naar de tafel. Daar staat u naar de tafel. En dan mag ik u veel plezier wensen samen met de kijkers. Nou jongens, we zijn binnen. Ik zie officieel in de camera staan. Ik heb Jochem van Gelder ook al gezien. En Ron Bons, die zijn er allebei. En volgens mij zit ik helemaal achterin, zodat ik gewoon goede opnames kan maken. Maar we gaan zoeken. Ja, ik zit hier. En dat komt goed uit, want dan kan ik dus tijdens de hele... Ik moet hard praten, tijdens de hele presentatie kan ik jullie dus laten zien wat er hier allemaal gebeurt. Dus dan zijn we er echt allemaal de hele tijd bij. Hoogweg, lieve dames en heren, lieve vrienden, bekende familie. Wij kennen natuurlijk allebei Benny. Wij kennen Benny van Dintren en we kennen Benny Bollo. En we hadden het er net nog met elkaar over, toen we even nog een lekker bakje cappuccino kregen. Van hoe zit het nou eigenlijk? Maar volgens mij is het zo, en correct me if I'm wrong. Of course. Ja. Dat Benny van Dintre eigenlijk een soort van manager is van Benny Bollo. Ja. Ja. Want Benny Bollo, dat weet iedereen, is natuurlijk de beste mascotte die we in Nederland hebben. Juist. Maar Benny van Dintre, ja, die heeft daar wel echt iets mee te maken. Ja, dat is eigenlijk de manager van Benny Bollo. Ja, we vragen hem erbij, ik geef hem meteen een ovationeel applaus. De enige echte manager van Benny Bollo, hier is Benny van Dintre. Ja, en zo gewoon gebleven, hè?
Wat is nou het wezenlijke verschil tussen Benny van Dinteren, deze Benny, en de Benny Bollo, de 2.0 versie of de 1.0 versie die we zo meteen gaan zien? Ik ben een beetje de serieuze kant. Ja. De zakelijke. Maar Benny Bollo is juist uitbundig. Ja. Fantastisch. Hou van een feestje na coronatijd. Dat is zeker. En wat is de overeenkomst? Waarin lijken jullie op elkaar? We hebben altijd een bril. Nee. Natuurlijk. Zelfde sterkte ook. Benny Bollo heeft iets zwaarder. Een zware montuur, denk ik ook. Jij bent ook wel subtieler met jouw montuur. Ja. Benny Bollo niet, denk ik. Nee. Maar bij één verschil is. Ik hou niet van geel, maar Benny Bollo houdt wel van geel. Oké, dus daar hebben jullie ook gesprekken over. Hij zegt, het moet in mijn nieuwe pak zitten. Ja. En jij zegt, ik hou er niet zo van. Wie krijgt dan uiteindelijk gelijk? Ik denk tot zelf Benny Bollo het gelijk heeft. Ja, die heeft toch gelijk gekregen dan. Wie is het meest eigenwijs eigenlijk van jullie twee? Ik denk ikzelf, Benny van Dinteren. Ja. Hij is ook wat spraakzamer, denk ik ook jij. Ja. Denk ik. Ja. Heel stuk spraakzamer. Ja. Bijvoorbeeld een... Mijn vader hebben bijvoorbeeld meegekeken en mijn stiefmoeder. Ja, die hebben wel meegekeken van, nou, zo en zo. Waar is het kritisch of viel het mee? Ja. Ik vind het niet. Was u tevreden met de uiteindelijke keuze, mevrouw? Ja, want jullie hebben hem al gezien, hè? Oh, echt? Ja, er zijn maar twee mensen op de hele wereld die de 2.0 versie al hebben gezien. Oh, echt waar? Wij mochten het niet eens zien van de manager. Nee, sterker nog, de manager had een strak draaiboek. Ja. En volgens dat strakke draaiboek is nu het moment. Zijn er ook nog vragen? Zijn er mensen die zeggen, nou, we hebben nu al best wel wat informatie gehad, natuurlijk. En misschien zijn daarmee alle vragen beantwoord. Achter in de zaal, een mooie, knappe, asblonde dame daar. Met blauw haar. Influencer. Ja, nou, ja, maar misschien, Ron, is kort aangeleid vandaag. Ja. Dus misschien moet je even naar Ron toe gaan. Ja, oh, echt? Voor je vraag. Want jij bent los. En Ron zit aan een draadje. En dat is geen toeval. Dat wij is zijn mobiel. Hij is net niet te kort. Precies goed, hè, Jurgen? Nee, ja, precies. Hij is fantastisch mooi. Mooi. Ja. Prachtig. Kom nou. Ja, lukt het? Ja, dat denkt wel. Hallo. Jouw naam is? Ik ben Mieke en ik ben van de afdeling Recreatie op Cerelo. En Benny heeft ons uitgenodigd met ZonTV. Onwijs leuk. Om eens even langs te komen. Ja, ook staat erop op. Ja, ja, nee, dat moet wel, hè? Ja. Ja. En wij vroegen ons eigenlijk af, Benny. Ja. Hoe lang ben jij al Benny Bollo en hoe ben je bij Benny Bollo gekomen? Wat een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Dus om te beginnen, hoe lang ben je al Benny Bollo? Benny Bollo staat nu, moet ik goed zeggen, 8 jaar. En in 2012 is hij eigenlijk geboren door een goede kameraad van mij. Die heeft het eigenlijk ontworpen. Kun je een naam noemen of is het... Stan. Stan, hè? Stan van de Dobbelsteen. Dus de donorvader is dat? Ja. Op een gegeven moment, hij woonde altijd bij Stan. Maar nu, tegenwoordig sinds 7 jaar woont hij eigenlijk bij mij, zeg maar. Bij die bollen. Dus een soort deeltijd... Ouderschap. En, maar nu de naam, want even spreek je uit, want sommige mensen zeggen Benny Bollo, andere, dit wordt geschreven Bollo. Dubbel L, Bollo, hè? Ja. Bollo. Schrijf met dubbel L, ja. Maar je schrijft, je zegt al een beetje in het Frans, Bollo. Oh. Bollo? Bollo. Bollo. Is dat Bollo. Bollo. Benny Bollo. Wat zeg je? Bollo. Is het Bollo? Bollo. Bollo. Maar ik hoor het van Bollo. Dit moet je niet te vaak doen. Dat is niet goed. Maar het is het nee, even terug. Ik hoor namelijk het verschil. Benny Bollo. Jij zegt een ronde L. Benny. Hij kan wat beter. Probeer je een ronde. Bollo. Is dat de ronde L? Bollo. Ik hoor hem niet. De tweede L is iets korter en de O is iets langer. Ja. Ik denk aan croissant. Croissant. Zeg eens croissant. Croissant? Ja, dat is goed, maar dat heeft niks met bollo te maken. Sorry. Bollo. Ja. Dus, maar waar komt die naam vandaan? Ja. Vroeger had ik een klasgenootje, die heet ook Benny. Die kwam uit Mil. En ik kwam uit Druten, maar ja, als je Benny roepte, staken al twee mensen de lucht in. Ja.
En ik werk op de Groene Heuvels destijds, op Wasselandmarkt Green Parks. Moest ik als Bollo de beer begeleiden. Er was een beer en die heette Bollo de beer. Ja. Oh, ik voel je hem? Ja, ik heb hem. En die moest ik altijd begeleiden en al. Dus op een gegeven moment in klas, ja, als ik heet dan Bollo. En een andere klasgenootje, een andere band heet Millie, want hij kwam uit Mil. Ja. Dus op zo'n manier is het eigenlijk langzaam aan geboren. Ik vind het mooi. Dus hij zit nu in een pak als Millie. Dat is heel gek. Dat is heel gek. Zijn er nog meer middels? Ja, is iedereen natuurlijk zo nieuwsgierig geworden. Hebben zoiets van, nou, we willen hem nu wel een keertje zien. Dames en heren, ja. Hier in de Lier. Wilt u met z'n allen Benny Bolle 2.0 ontmoeten? Ja of nee? Ja! Als eerste officieel op de foto gaan met de Benny Bolle. Tenminste, als u dat wilt. Dus alle fotografen, komt er maar bij. We gaan even een mooie foto maken. Het is gewoon de onthulling van Benny Bolle 2.0. Maar Benny is hier nog heel erg druk. Laat hem nog maar lekker verder feesten, dan gaan wij gewoon lekker weer vandoor. Nou jongens, ik vond het wel echt een heel mooi pak. Hij is echt vernieuwd, hij is fris. Hij heeft natuurlijk nog steeds de zonnebril die we van hem kennen. En ja, volgens mij is het echt een vooruitgang. Maar ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Tot volgende keer!